ben gestrand op een onbewoond eiland en al het water om me heen is giftig. Auw, auw, auw. Door uitdagingen te voltooien zal mijn border groter worden en kan ik geheime eilanden bezoeken. Goed, dames en heren, jongens, meisjes, welkom. We zijn hier gestrand op een onbewoond eiland. En zoals jullie kunnen zien, kan ik niet overal naartoe, want er is een border. En de bedoeling is dat ik alle eilanden hier om mij heen moet gaan bezoeken. En zo te zien heb ik hier ook wat villagers om me heen zitten. We hebben hier Simon. Simon die verkoopt hele simpele dingetjes. Dan hebben we hier nog een villager genaamd Patrick. En Patrick verkoopt best wel dure dingen. Maar het is niet heel handig dat ik hier gestrand ben op dit eiland, jongens. Alleen bij mijn boot of vlot die hier aan is gemeerd, heb ik wel gezien dat er een barrel zit. Dus laten we even kijken. We hebben hier een zwaardje. We hebben hier wat armor, die kunnen we mooi pakken. Die kunnen we dan aantrekken, zodat we veilig zijn. We hebben een boek genaamd Challenges. 1 steek... Een lucky fishing rod die we maar 1 keer kunnen gebruiken. Een normale fishing rod en een brush. Oké, okay, challenges. Wat staat hierin? Oké, er stond als ik naar de advancements... hier jongens, hier staan mijn uitdagingen. De uitdagingen zijn... Mooi uitzicht, bouw tot de build limit. Oh, dit zijn de bonus. Dit zijn de normale challenges. Begin, hak wat hout en vliegend huis. Bezoek het vliegende huis. Oh, daar is het vliegende huis. Oké, jongens. Het doel is dat ik dus challenges haal. En door challenges te halen zal mijn border groter worden en kunnen wij nieuwe dingen gaan bezoeken, zoals dat soort mysterieuze eilanden. Ik ben zo benieuwd wat al die eilanden brengen. Wat voor mysterieuze geheimen ze meenemen en zo. Maar laten we beginnen met wat hout hakken, want ik zag dat dat al challenge 1 was. Dus letterlijk, als ik dit hier hak, halen we waarschijnlijk de challenge. Even kijken. Hoppakee. Hey, challenge begin behaald. Let's go, jongens. We hebben challenge genaamd begin gehaald. En er is nog 1 ding wat ik helemaal vergeten ben te zeggen. Het water, jongens. Het water is giftig. Ik moet er snel uit gaan elke keer als ik in het water ga. Ik ben heel benieuwd hoe we dit gaan overleven. Oké, zijn er makkelijke challenges die ik even snel kan halen? Hier, hak je eerste steen. Dat kunnen we ook zo wel doen. En stenen tools zijn erg handig. Oké, die kunnen we wel halen. Laten we even beginnen met een crafting tabletje maken. En dan plaatsen we ons eerste blokje op het eiland, jongens. Ongelooflijk. Laten we dan dit hout hier ook allemaal... Oh, ik schrik me kapot, maar er is een squid hier. Wak even het eerste houtje, dan gaan we gelijk stenen tools maken. En daarvoor kunnen we steen hakken. En hebben we al 3 challenges gehad. En ik denk dat dan misschien iets zoals dat daar, het vliegende huis, zal kunnen bezoeken. Oh, er is daar iets nieuws, jongens. Er is een nieuwe barrel. Oké, stenen tools, dit kunnen wij maken. Althans, 1 houten pickaxe, zodat we even wat steen kunnen hakken. En daarna kunnen we gewoon gaan, dan wil ik daarheen gaan. Alleen, ik kan deze kant niet op zwemmen, want elke keer als ik in het water ga, dan gaan we bijna dood. Dus laten we gewoon even het steen hier hakken. Hey, de miner missie is behaald, jongens. Dan hebben we 4 cobblestone. Die kunnen we gelijk gebruiken om hier een cobblestone pickaxe van te maken. Maar ik heb meer nodig. Ik moet namelijk van alle tools moet ik de stenen versie hebben. Dat water doen we even dicht hier, want ik heb geen zin om dood te gaan door het water. Water is giftig. Oh nee, wat irritant. Oh, wat irritant dat water. Oké, ik ga mijn enige stukje vlees gaan opeten, zodat ik even kan healen. Hoppakee. Dan hebben we 15 cobblestone. Die 15 cobblestone kunnen we makkelijk gebruiken om van te maken een axe, een shovel en ook nog een zwaard. Dan heb ik denk ik alle missies behaald. Wacht, dan moeten we even dat hout hier hakken. Voordeel is dat we nu een axe hebben om het hout gewoon te hakken. Dan hebben we nog een hoe nodig en een zwaard. En ik denk dat ik dan alle tools heb. Ja! Missie tools behaald of challenge tools behaald. Let's go! Oké, dan gaan we even een kistje maken, want ik heb nu al te veel spullen bij me. Die armor trek ik trouwens even aan. Dat is misschien wel verstandig. En dan zien we er ook nog eens cool uit. Oh! Oké, dan wil ik even mijn brush gebruiken. Want ik heb hier dit al gezien, jongens. Dit is van dat mysterieuze zand. Dit kan je op gaan graven en dan komen er dingen uit. Wat is dit? Wat zit hierin verstopt? Is dat kool? Oh, kool. Kool is altijd handig. Nog een keer kool, zo te zien. Laten we alles even opgraven. En dan ben ik benieuwd wat voor geheime schatten we allemaal gaan vinden op dit eiland. Huh? Or of ze... Ik heb een missie gehaald. Met 16 kool moest ik hebben. Oh, oké. Lekker. Is het eiland al? Ja, jongens. Het eiland daar is al beschikbaar. Dat betekent dat we daarheen kunnen. Is er nog meer beschikbaar? We hebben hier een soort mysterieuze onderwaterwereld. Oh mijn god, dit gaat diep. Oh, wat gaat dat diep? Er is nog zoveel te onderzoeken voor me. Hey, een geheime grot. Er is een grot op dit eiland. Oké. Met allemaal oors hier. Dat is goed om te onthouden. Paddenstoelen, oors. Dan... Hey, nog een villager. Peter! Peter is ook heel duur, maar wat verkoopt Peter allemaal? Ook wel goede dingen. Even oppassen voor het water, jongens. We mogen echt niet te veel in het water vallen, want dan gaan we dood. Maar ik zie wel een kist daar. Zou ik die kist kunnen pakken? Heb ik iets? Nee, we gaan eerst even onze brush gebruiken. We gaan eerst even dit allemaal hier ontdekken. En zo te zien krijg ik er alleen maar kool uit. Dus ik hoop dat ik ook wat betere schatten krijg. Oh, het is ijzer. Niet te geloven. En nu is de kool. Oké, jongens, ik krijg er alleen maar kool uit. Dus ik skip even het gedeelte van dit doen. Gewoon de hele tijd die schatten opzoeken. Ik wil daarheen. Ik heb genoeg blokken waarschijnlijk in mijn kist zitten om er even heen te bouwen. Ja, we hebben cobblestone, dus dan kunnen we veilig die kant op bouwen. Zonder dood te gaan door het water. Wat zit hierin? Kelp, visjes en een coal generator. Huh? We hebben een coal generator.
Oké. Kunnen we die hier plaatsen? Zo. Huh? Oh mijn god, jongens. Dit is een coal generator. Hier krijgen we gratis coal of zo. Hoe zit dit? Hoe moet ik dit voor me zien? Even kijken hoor. Gaat er wat spannen? Of kan het alleen 's nachts of zo? Hoe werkt dit? Oké, zover doet hij niks. Dus ik laat het maar even met rust, denk ik. Goed, wat voor simpele missies hebben we? Bezoek het vliegende huis. Dat wil ik wel even doen. Of vind de geheime kamer op het hoofdeiland. Is hier een geheime kamer? Oh, is het hier? Is hier... Hier is... Oh mijn god, dit wist ik oprecht. Jongens, dit wist ik oprecht niet. Het klinkt echt alsof ik dit wist. Zo ziet het eruit, maar ik wist dit oprecht niet. Emerald generator. Oké, die gaan we dan even proberen hier beneden te plaatsen. Want ik heb het gevoel dat er steen moet zijn of zo. Hier. Hoppakee. Ik wist oprecht niet, jongens, dat daar een kist zou zijn. Ik dacht geheime kamer. Ik ga gewoon beginnen met hakken hier. Alsof het dit naar beneden moet. En dan blijkt hier gewoon een geheim... Oh mijn god. Maar waar is de geheime kamer? Want er is ergens een geheim. En het begint nacht te worden ook. Dat vind ik niet leuk. Ik wil eigenlijk zo snel mogelijk een bed hebben. Maar we hebben nog geen wol gevonden. Misschien dat daar... Oh, misschien is daar wel een bed, jongens. We gaan even... Oh, ik heb een idee. We gaan zo snel mogelijk steen hakken. Dan gaan we even naar het vliegende huis. Want die weet is daar een bed. En ik wil die geheime kamer wil ik ook vinden. Maar daarvoor heb ik even blokken nodig. Zodat we die kant op kunnen bouwen. En in de tussentijd kan ik dat ijzer wat ik hier onder mijn eiland vind ook gewoon even hakken. Maar waar is de geheime kamer? Ergens is een geheime kamer hier. En die kist daar. Die is ook wel interessant. Die kan ik waarschijnlijk wel even pakken als ik gewoon zo doe. Nee, ik bouwde erop. Hè? Ik kom er net niet bij, jongens. Ik weet wat ik ga doen. Au. Snel alles eruit pakken. Ah, opstaan. Oké, prima. We hebben wel wat. Ik heb hier trouwens een rawcoal. Die kunnen we even smelten. Ik heb gekregen een copper generator. Hoe moet dit? Gebruik het op de grond. Moet het dan in de grond zitten of zo? Oh, kijk, het werkt trouwens. Het werkt. Laten we deze dan even hier plaatsen. Zo, hoppakee. Een spin. Ga weg, spin. Ga weg. Ik heb een zwaard met knockback. Ik ben heel slecht aan het PvP op het moment. Kom hier. Oké, dat gaat goed. Oké, jongens. Ik wil een trap die kant op bouwen met eigenlijk ladders. Dus laten we hier gewoon zo doen. En dan... Even kijken, deze kant op bouwen. Oh mijn god, dat is het water diep. Als ik er nu inval, ben ik dood. Dan ben ik letterlijk dood en mijn spullen kwijt voor altijd. Ik mag niet in het water vallen nu. We gaan wel even die kant op bouwen, want ik wil dat vliegende huis bezoeken. Dat is een missie en ik weet zeker dat ik daar goede loot kan vinden. 100%. Zo, en dan gaan we nu omhoog. Nee, ik heb niet genoeg blokken. Ik moet meer blokken hebben. Oh, er is daar ook een klein eilandje, jongens. Oh, die kunnen we ook zo bezoeken. En daar kunnen we nog niet helemaal. Daar wil ik ook nog niet. Dat ziet er veel te ingewikkeld uit voor nu. Ik voel me hier beneden ook eerlijk gezegd het meest veilig. Oké, we hebben 8 cobblestone. Daarvoor kunnen wij even een furnace maken. En dan kunnen we wat eten smelten met vis. Kom wel weer een spin, volgens mij. Ja, ga weg. Alsjeblieft. Ga weg. Ah. Oh, ben ik blij met deze knockback. Oh, daar ben ik daar blij mee. Ga weg. Ik wil niet dood. Ga maar in het giftige water. Ik hoef er niet in. Oké, dan maken we even een furnace. Hoppakee. Dan gaan we die. Gaan we met het kool gaan we even mijn eten smelten. En ik ben wel benieuwd wat ik uit deze lucky fishing rod krijg. Zo meteen gaan we die even gebruiken. Ja, want ik zie hier jongens. Vliegend huis. Bezoek het vliegende huis. En de missies die daarbij passen zijn. Wortels. Krijg wortels. Jij konijn. En vind of maak een bed. Dus ik denk... Dat daar daadwerkelijk een bed gaat zijn. Dan stoppen we nu even mijn ijzer erin. Dan kunnen we wat ijzer smelten. Dan ga ik ladders van maken. Kunnen we hier ook nog even wat hout pakken. Hier zie ik ook nog een houtblokje. Oké, dan ga ik nu gewoon zand hakken om een toren omhoog te bouwen daar. Ik weet dat zeg maar steen verstandiger is, maar zand is ook prima. Ik bedoel, het is een rechte toren omhoog. Ik wil gewoon even naar het huis toe. Oké, 47 zand. Dit moet genoeg zijn. Laten we snel naar het huis gaan. Kijken of we daar misschien ook toortjes kunnen vinden of zo. En een bed. Want ik wil niet meer dat het nacht is. Oh god, gaan we dit redden met het aantal blokken dat ik heb? Volgens mij wel. Ja, dit redden we wel. Dit redden we 100%. Kijk, jongens, daar zijn we. We zijn aangekomen bij het huis. Het vliegende huis. En, oh, er is een bed hier. Er is een bed. Gelijk in slapen. Direct erin slapen. Oh, het is dag. Dag 1, jongens. We hebben dag 1 overleefd. We hebben dag 1 gewoon overleefd. Kijk het eiland waar we op gestrand zijn ook. En kijk hoeveel er nog te vinden is. Oké, laten we het bed meenemen. Dat is gelijk een missie behaald weer. Die gaan we meenemen naast. Nou trouwens, misschien dat ik wel hier wil wonen op dit vliegende eiland. Het enige nadeel is dan, alles is minder makkelijk bereikbaar. Maar het eiland is wel veilig om op te wonen, zie ik nu. Hé, worteltjes. Lekker. Wat hebben we hier beneden? Oh mijn god, ja, ik moet hier wonen. Hier kan ik een kistkamer van maken. Steak. We hebben hier een coal generator nog een. En een splash potion of slow falling. Ah, die komt ook wel van pas. Een bel, zo te zien. Jongens, ik ga hier wonen. Dit wordt mijn huis. 100%. 100%. Ik kan wat toortjes maken, zo te zien. We kunnen dit een beetje uitbreiden, waardoor ik wat meer kisten kwijt kan. Eventjes. Ik ga helemaal akkoord hiermee. Laten we deze terugplaatsen hier. Dan gaan we de bel die ik zojuist heb gehakt. Hé, ik had toch die bel gehakt? Of is die weg? Heb ik die niet... Oh, die ligt nog hier. Zo. Die bel gaan we hier buiten plaatsen. We wonen nu hier. Zo, hoppakee. Is hier nog meer? Nee, volgens mij niet. Hè? Oh, een klein farmpje. Oké, dat gaan we gelijk terugplanten. Dat is prima. Oh mijn god, er is daar ook een soort endeiland. Oh, er is nog zoveel te doen.
Er zijn nog zoveel plekken om te bezoeken. Ik wil eigenlijk ook saplings hebben voor bomen. Want ik heb helemaal niet genoeg hout. Oké, jongens, ik ga proberen om deze trap naar beneden veilig te maken. Oh, oh mijn god. Oh, oh, dit is eng. Dit is eng. Oh mijn god. Dit is helemaal niet veilig hoe ik dit zoals nu doe. En ik heb ook niet genoeg ladders. Ga ik deze sprong overleven? Heb ik schoenen? Oh mijn god. Ah, net dan overleefd. Oké, we hebben genoeg eten eventjes, tijdelijk. Tijdelijk genoeg eten. Het is een nieuwe dag. We hebben een hele lelijke route naar ons huis daarboven. Dat moeten we even veranderen. Maar het enige is dat mijn villagers zijn wel hier. Oké, nee, we gaan niet daarboven wonen. Jongens, het ding is... Ik heb hier villagers. Ik heb hier veel meer nuttigs. Als ik dit eiland gewoon plat maak en hier ga wonen... Zou veel beter zijn. Dus de sweet berries hier even hakken. Hey, een emerald. Emerald generator werkt. Let's go. Nog een coal generator. Die plaatsen we er even naast. Die wil ik uiteindelijk wil ik hier betere locaties voor hebben, jongens. Want dit ziet er natuurlijk nu niet uit. Wat doe ik moeilijk trouwens de hele tijd? Ik kan gewoon een boot maken. Waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht? Oh mijn god, zeg me niet dat allemaal hout op is. Zeg me niet dat allemaal hout op is. Ik heb een boot. Nou, dit ga ik niet hakken, want daar is die villager voor nodig natuurlijk. Deze hier. Dit blok heb ik nodig. Zo. Oh mijn god, ik kan gewoon een boot maken. Wat stom. Hoe heb ik daar niet eerder aan gedacht? Oh nee, dat moet wel hetzelfde soort hout zijn natuurlijk. Jou heb ik nodig. Kom, kom. Nee, nee, niet zinken. Kom terug. Kom terug. Jou ook. Oké, prima. Even kijken. Als we een boot maken, jongens. Hoe heb ik daar niet eerder aan gedacht? Huh? Waarom kan ik geen boot maken? Oh, dat kan helemaal. Dat mag helemaal niet. Hoe maak je een boot? Is dat speciaal voor dit aangepast? Oké, je kan dus helemaal geen boot maken. Dat maakt het wel een stukje moeilijker zo te zien. Het feit dat je geen boot kan maken. En we moeten ook nog onthouden dat er hier ergens een geheime kamer zitten, dit eiland. Daar ben ik ook nog benieuwd naar. Goed, laten we even mijn geluksvisrot gebruiken. Ik ben heel benieuwd wat ik hieruit ga krijgen. We gaan hem in het water gooien, daar kan ik één ding mee vangen en dan breekt hij. Dan heb ik hem nooit meer. Wat gaan wij hieruit krijgen? Ik zie daar een visje in de verte. Wat gaan wij uit deze fishingrot krijgen? Gaat hij het überhaupt wat doen? Hallo? Wacht even, we gaan het opnieuw proberen hier. Zo. Wat krijgen wij hier? Moet hij het wel doen? Want tot nu toe heb ik nog niks beet. En hij is stuk. Ik heb niks gevangen en hij is stuk. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik kreeg er helemaal niks van. Wat een oplichterij. Laten we heel even minen. Kijken of we die geheime kamer kunnen vinden. Want ik ben heel benieuwd wat de geheime kamer is. Wat ik daar... Oh, hier is water, jongens. Ik ben nu onder mijn eiland helemaal. Oh, volgens mij heb ik hem. Volgens mij heb ik het. Is dit het? Is dit de geheime kamer? Is dit de geheime kamer hier? Ja, de geheime kamer is gevonden. Let's go. Oh mijn god, nice. Oké, laten we dit allemaal even hakken hier. Ook een kist hier. Emeralds, een betere fish chestplate. Oh, dan krijg ik beter loot bij het vissen. En een coal generator. Oké, prima. Dus die kunnen we aan gaan doen. Dus dan hebben we betere armor. Ik zag hier ook een iron ore. Die hakken we ook. Oh, water, water. Oh mijn god, heb ik hem? Ja, ik heb hem. Nog wat coal ore, wat redstone ore. Je redstone ore kan ik nog niet hakken met deze pickaxe zelf voor gold. Dat gaan we nog niet doen. Oké, we komen hier later terug. We hebben hem op zijn minst gevonden, de geheime kamer. Hoeveel hebben wij inmiddels al een emeralds? We hebben al 6 emeralds. Dan kunnen we 1 ruil doen met iemand. Even kijken. Ah, mijn visengel en 5 emeralds. Want ik heb een visengeltje volgens mij hier. Ja, dan krijg ik een betere visengel, jongens. Laten we die doen. En ik gok dat dat ook een uitdaging... Dat is ook een uitdaging. Ruilen. Challenge ruilen behaald. Let's go. Dan is de border al best wel groot nu, jongens. Hij is nog niet, zeg maar... Mega, want we hebben echt nog een heel, heel eind te gaan. Maar hij is wel heel groot. We komen bijna bij nieuwe eilanden zo te zien. Goed, plaatsen we mijn laatste coal generator. Plaatsen we ook even hier zo. Ik krijg gewoon gratis coal, gratis koper. En mijn emerald ding staat beneden. Maar goed, ik ben heel blij met de progressie van vandaag. Goed jongens, vinden jullie dit nou een leuke serie? Laat dan zeker even een duimpje omhoog achter. Abonneer op mijn kanaal, want er komt snel deel 2. We zitten nog steeds opgesloten op dit verlaten eiland met giftig water. Het is niet te geloven. Vond je het nou zo leuk? Kijk dan ook even lekker deze video. Dit is namelijk een andere video om ook gewoon eventjes te kijken. Hele goede aanrader. En dan nu spreek ik later. Glaasje water, veld 4, flesje bier. Tot de volgende keer.